Een paar minuutjes voor 10:30 hebben we iemand in de studio. Goedemorgen, wie ben jij? Goedemorgen, ik ben Juliette. Dag Juliette, jij kwam ook eventjes langs met... Met een tas vol, eigenlijk een zak vol met cadeautjes. Ik zag al iets groots binnenkomen inderdaad. Wat heb je zo wel meegenomen? Laat eens wat zien. Nou, een grote zak, maar vol met allemaal kleine cadeautjes. Van geurkaarsjes tot knuffeltjes, bijtringen. Nou ja. Haal er eens wat uit. Even kijken wat je allemaal hebt meegenomen hoor. Hier leuke bijtringen. Ja. Een tasje. Een knuffeltje van Woensel en Pip. Een geurkaarsje. Nou, volgens mij komt dit allemaal hartstikke mooi terecht. Voor de oudere dames of heren die dat leuk vinden, kinderen. Je hebt gewoon een beetje voor alle leeftijden ook... Ja, we hebben het een beetje proberen te mixen. Nou, superleuk. En hoe kwam je zo bij de actie terecht? Ja, via jullie. Had je het gehoord of gezien? Ja, op de radio. Oh, leuk. Ja. Toen dacht ik ook even. Ja, toen dacht ik, ik ga een tasje verzamelen met allemaal verschillende dingetjes... Voor jongeren en baby's en wat oudere kinderen. Dus, Nou, superleuk. Nou, je hebt al gezien, hè? Je bent niet de eerste en ook niet de enige. Nee, het zag er al goed vooruit, maar er mag nog wat bij. Vorig jaar, eind van de week, dus toen hadden we het 5 dagen gedaan, hadden we 3810 cadeautjes ingezameld. Wow. Dus dat is echt enorm. Daar willen we natuurlijk in ieder geval het liefst een beetje overheen dit jaar. Ja, zo is het. Ja. Daar gaan we voor. Dus doe jij dan nog eventjes de oproep aan alle andere luisteraars. Ja, lieve Leidenaar en omstreken. Kijk even in huis of je nog een cadeautje hebt liggen wat je zelf niet gebruikt. Of ga in de stad een rondje en kom gezellig langs. Het is een kleine moeite en een leuk gebaar voor andere mensen.